droom dat we spelen voor Feyenoord 1. Wij waren echt altijd daarmee bezig. En we waren Van Hanegem of we waren Koen Molijn of we waren die. Ja, je wilde altijd iemand nadoen op het veld. En als je dan naar Varkenoord eenmaal mag en je mag daar voetballen voor Feyenoord, dan geeft dat een bepaald gevoel van trots. Frenk die had bij Coal gespeeld, Rotterdam-Zuid. En mocht bij Feyenoord spelen, want dat was in die tijd niet eenvoudig. Maar Frenk was gelijk een van de boys, alsof hij er al jaren rondliep. En had het hoogste woord tegen spelers en trainers. We hadden goed spel in zicht. Op een zeer creatieve manier. Een artiestelement, een show-element. Als hij de bal in het doel zou kunnen schieten, had hij er eerst nog iets anders mee gedaan voordat hij het zou doen. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do?